Goedemorgen. Het is vandaag, rampapapam, vrijdag 30 april. En het is super gek, want ik heb geen zangles. En het was zo gek, want ik werd echt gewoon wakker, omdat ik dacht, oh nee. Want het is dus voorjaarsvakantie, denk ik. Ja, denk het wel. Maar in ieder geval, de zanglessen gaan met de schoolkalender mee. Dus vandaar dat het deze week niet is. En ik kan je eerlijk zeggen, ik heb ook gelijk deze week echt veel minder gezongen. Dus aan de ene kant maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Maar aan de andere kant heb ik dus blijkbaar toch wel die druk nodig om te oefenen. En anders, ja, dan zing ik wel in de auto een beetje mee. Maar thuis bijna niet. En daarom ben ik blij dat ik zangles heb genomen, omdat ik meer wilde zingen. Ik heb lekker een yoghurtontbijtje. En dan ga ik me even klaarmaken. En ik heb vandaag zulk leuk nieuws. En dat heeft niks te maken met het nieuws van gisteren. Zijn jullie er klaar voor? Waarschijnlijk heb ik het al in de titel gezet. En ben ik echt overdreven, blijft voor niks. Maar ik kan niet omschrijven. Ik kan niet omschrijven wat dit nieuws met mij deed. Ik kan het wel laten zien. Want ik word tante. Oh jongens, en ik... Mijn vader heeft gefilmd toen ze me het hebben verteld. Ze hebben me het verteld met dit boek. Volledig uit het niets. Volledig. Nou ja, je gaat mijn reactie zien. Ik ga nu mijn reactie laten zien. Want mijn vader heeft gefilmd. Wel met zijn telefoon. Dus de kwaliteit is ietsje minder. Maar het is gewoon goud. Goud waard. En ik ben zo blij dat ik het aan je mag vertellen. Ja. Niets! Ja. Niets! Ja. Ik ga huilen hoor. De musical. De musical. Wat voor tikkie. Gefeliciteerd. Dankjewel. Oh. En ik had het er gisteren met Goedeliep over toevallig. Wat dan? Nou ja, ik weet niet. Hij zei van... Ik moet opgesteld worden ook hoor, dus echt. Ja, dat is het. En bij mij was de pil op, dus ik zei van nou, ik heb er weer een jaar doorheen, moet ik weer... Ik zeg maar, ze vraagt altijd een half jaar of een jaar, wat zou jij denken? En toen zei hij, Hidde en Suze eerst, dan praten we erover. Oh, nou dan heb je goed excuus. Nou ja zeg, jongens. Het is wel. Oktober. Eindelijk een baby. Wat leuk! Leuk hè? We kwamen erachter in de week dat we ook trouwden in orde dat we het huis kregen. Dus viel allemaal in één week. Nee, het viel gewoon in. Ah! Ja, dat heb ik ontworpen. Hebben ze het goed verborgen gehouden? Ik heb dat niks gemerkt. Jij ook niet? Nou, maar ik dacht nog van, nou, die willen eerst dat huis en die willen settelen. Ja, dat dacht ik ook. En die denk dat duurt nog een half jaar. Mijn schoonmoeder zei ook, je bent een klootzak, want je zegt de hele tijd, ik wil nog even wachten, het is te druk geweest. Ik zei, ja, het moet toch wel een verrassing zijn. Oh, nou ja zeg! En we hadden tegen elkaar gezegd, ja, als het huis... Want toen wisten we nog niet dat we het huis hadden natuurlijk. We zeiden, als dat huis nou niet lukt, dan huren we wel een appartementje voor een paar jaar. En dan komt het ook wel goed. Dus het is heel fijn dat het huis gelukt is. En ik zei tegen haar, het zal wel een jaartje duren of een half jaar, het duurt altijd even, maar het duurde 2 weken. Dus wow. We wisten het al toen we gingen trouwen. Stiekem wist ik het dus echt al een week of 6, 7. Maar ze wilden graag wachten tot het 100% zeker was dat het goed is. 8 mei gaan we erachter komen wat het is. En daar hebben we ook een speciaal klein feestje voor. En het is zo bizar, want ik zag het zo niet aankomen. Gewoon 0,0, weet je. Want nou ja, ze hebben net dat huis, ze wonen daar net. En ik dacht, ze gaan sowieso eerst verhuizen. Nou, toen ze me het vertelden, hadden ze dus letterlijk volgens mij net voor het huis getekend. Het was gewoon heel snel raak, dat is het goede nieuws. En ja, ze zijn zo happy. En ik ben ook happy, want dit is gewoon de eerste baby in mijn omgeving. En dan kan ik gewoon eindelijk gaan oefenen. En daar ben ik heel erg aan toe. Ik ben heel erg toe aan oefenen. En... ja, het is ergens ook nog heel onrealistisch, want ik zie mijn broer gewoon nog niet echt als vader. Ik denk absoluut 100% dat hij echt een geweldige vader zou worden. Maar ik heb het gewoon nog niet, het beeld gewoon nog niet voor me. En Suus ook. Suus, ik ben zo dankbaar dat ze nu zo dichtbij wonen en dat ik gewoon meer langs kan gaan. En Suus wordt gewoon ook een heerlijke moeder en ik word gewoon tante. En ik kan er echt niet bij met mijn hoofd. Ik kan er niet bij, maar ik heb er zoveel zin in. En ik ben ook heel benieuwd wat het wordt. Het maakt me echt geen reet uit natuurlijk, maar ik ben gewoon super nieuwsgierig. Eindelijk. Nee, dat klinkt overdreven, maar
Ik heb gewoon al heel wat gezegd. En ik heb absoluut niet, geen druk op niemand niet. Maar ik heb helemaal geen baby's in mijn omgeving. Nul. En ik wil gewoon heel graag een baby in mijn omgeving waar ik gewoon vast op kan oefenen. Ja. Oké, okay, dat was het mega fantastische grote nieuws. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vind het in ieder geval fantastisch. En ik heb een voorleesboek. En nu moet ik me verder klaarmaken, want ik heb zo een meeting. Het is weer tijd voor mijn business coach. Even kijken hoor, ik ben 5 minuten te vroeg en ze is er nog niet. Dus ik ga even een beetje water drinken nog. En al mijn werkboeken openen die ik gemaakt heb. En dan ben ik klaar voor. Nou jongens, dat was weer echt heel fijn. Ik ben iedere keer zo fijn. Ik heb wel een kleine dreun in mijn hoofd. Maar dit is letterlijk al het water wat ik vandaag gedronken heb. Dus daar ligt het misschien aan. En ik wilde eigenlijk naar de supermarkt. Want er is maandag die ijsjes gekocht. Ik ga heel even lekker op de bank zitten. Die ijsjes, die chocoladesticks. Nou, ik kan daar niet van afblijven. Ik kan dat niet. Als ik weet dat ze er zijn, dan... Ik vond het al knap dat ik het tot en met gisteren heb uitgehouden. Ik bedoel, maar er zaten er 12 in. En Godriek had er 3 op en ik de rest. Dus ja, dat betekent in principe 3 op een dag. Netjes toch? Maar ik kwam dus gisteren thuis. En toen hoorde ik al dat hij de vriezer la opendeed. En toen dacht ik... Oepsie. En zei hij gelijk... Nee, je hebt ze niet allemaal opgegeten. En toen voelde ik me echt fucking schuldig natuurlijk. Dus ik heb hem beloofd dat ik vandaag nieuwe zou kopen. Hij was niet boos of zo hoor. Maar ja, ik snap het wel. Als jij in de trein naar huis al denkt... Oh, ik neem straks lekker ijsje. Nou, is er niet. Dat is gewoon balen. Maar hij eet ook vaak genoeg spullen van mij op. Maar ik wil toch even gewoon... vervanging halen. En we hadden dus ook toen bij de Aldi ijsjes gezien die ons heel lekker leken. Alleen toen moesten we daarna nog naar de Jumbo. Dus ik zei, ja, als we nu hier ijs kopen en dan naar de Jumbo gaan, dan is het gesmolten voordat we thuis zijn. Dus die ga ik dan nu halen. Maar er komt ook een pakketje binnen nu en 1,5 uur. Dus daar moet ik wel even op wachten. Maar dan ga ik wel lekker naar de Aldi lekker ijsjes halen en... Ik ga nog even denken wat ik ga eten. Misschien dat ik wat extra groente haal voor die pasta. Dat is op zich wel een goed idee. Ik denk dat ik dat wel doe. Ik heb niet zo... Ik heb niet zoveel inspiratie verder. Ik zou natuurlijk ook gewoon friet kunnen halen of zo. Maar ik ga zondag weer gezellig met mijn ouders naar bed. Naar het restaurant. En dan ga ik waarschijnlijk ook al friet eten. Dus laat ik lekker pasta koken. Ik was zo lekker bezig voor mezelf. Hè? Pakketje binnen. Tijd om te gaan. Ga je mee? Soms zou ik echt willen dat ik gewoon geleerd had dat ze aan de lijn konden lopen. Maar niet alle katten vinden het leuk. Maar jij zou daar volgens mij best geschikt voor zijn. Maar nu zijn we al een beetje laat, want daar moet je volgens mij heel jong mee beginnen. Nu is de wereld veel te eng. Daar! Jongens, ik had een heel groot probleem. Er waren 2 soorten. En ik wist niet welke soort hij wilde. Dus ik heb ze alle 2 maar gekocht. Dit zijn de goede problemen in het leven. Ik dacht, ja, lijkt me alle 2 wel lekker. Dus ja, nou en verder heb ik een Chinese roerbakmix. En wat worteltjes, want daar had ik ineens zin in. Dacht, oh, die ga ik lekker in de hummus dopen. En dan heb ik ook nog, oepsie, Cheetos. Want, oh, deze had ik vroeger zo wel. Dacht ik, ja, dat vind ik lekker. En nog verpakte rijstwafels met chocola. Want daar liep ik ook langs. Dus ik heb me nog best wel goed gehouden, eerlijk. Ik had nog bastonjekoeken in mijn mandje. Toffeeface, want die waren er. Die waren in de aanbieding. Ik had nog broodjes om af te bakken. Dacht ik, nee, ik ga naar de Jumbo en dan ga ik daar die broodjes halen. Nou, dat heb ik er dus weer allemaal uitgehaald. Toen dacht ik, nee, ik ga me gewoon inhouden. Ik ga morgen, heb ik met Birdie afgesproken, heb ik helemaal geen afbakbroodjes nodig. En zondag ga ik met mijn familie naar bed. Dus... Nee, dus ik heb echt wel iets lekkers voor mezelf genomen. Maar we wel gewoon weer echt 4 of 5 dingen teruggelegd. Er zat dus een Uber Eats reclame in mijn brievenbus. En ik dacht, ja, is dit het moment dat McDonald's gaat bezorgen? Mijn dromen komen uit. Maar nee. Wel KFC, New York Pizza, Bagel and Beans en Burger King. Bagel en beans vind ik ook wel echt heel lekker. Dus dat is ook wel echt een voordeel. Het is maar beter voor me, joh, dat de McDonald's niet bezorgt. Weet je? Maar wel dus ook 10 euro korting op de eerste bestelling. Wie ging er ook weer pasta maken vanavond? Ik weet niet of ik me dat kan herinneren.
Maar ik ga wel even de app downloaden, weet je. Want het is toch nieuw in Venenaam. Moet toch even kijken. Maar ik denk wel dat ik gewoon pasta ga maken, hoor. Jawel. Niet ik die een witte trui aantrekt terwijl ze nu tomatenpasta gaan maken. Pasta met tomatensaus. Gaat dit goed? Durf ik dit aan? Ik dacht gewoon, oh, ik wil lekker een trui aan. En ik had zin in deze. Als ik hier vlek in maak, gaat het er echt niet meer uit, hè? Shit, shit, shit. Ik ga het toch proberen. Nee, ik ga je spijt aan krijgen, want het is een van mijn favoriete truien. Oké. Kijk eens weer wat een maaltijdje. Lekker beetje sla, goed wat kaas eroverheen. En ik heb gevulde pasta. En ja, verder alleen maar groente eigenlijk. Oh nee, je wafel. Nog meer wafel. Kijk eens. Is het lekker? Ik heb er ook eentje. Ook een chocolade. Lekker? Then why? You can eat it without the waffle, but it's for the taste. Oké, nou, wat zal ik ervan zeggen? Het is wel lekker. Dat wafeltje, ik snap dat wafeltje wel. Want ik hou ook heel erg van wafeltjes. Als ik zeg maar ijs neem bij een ijssalon, dan neem ik ook het liefst een hondje. Maar het is zo gek, omdat het hele ding zeg maar chocola is. En in alle twee tegelijk bijten, dan maak je er echt een rotzooi van. De smaak is op zich wel goed, maar morgen ga ik die andere nemen. En ik denk dat het nog lekker is, want dat is zeg maar het idee van een wafel. Is dat je dus zo lekker er tussendoor, dit lichtelijk seksueel tintje, maar dat bedoel ik niet, kan likken. Zeg maar, dat is gewoon lekker. Maar het is wel lekker, maar die chocosticks blijven wel echt mijn favoriet. Dat blijkt wel, want daarom eet ik er ook 9 in 3 dagen. Mijn batterij is leeg. Nou, wij gaan weer starten met ons Grey's Anatomy avontuur. En ik ga even een nieuwe batterij pakken. Dat is echt een van de betere dingen in het leven, dat ik er gewoon 2 heb. Ik heb dus morgen met Birdie afgesproken en ik ga niet vloggen, want we hebben ook niet echt specifiek plannen of zo. Vooral weer Temptation... Nee, hoe heet dat? We hebben net Temptation Island gekeken. Het laatste kampvuur is altijd genieten. En hier hebben ze dus ook nog een reunie en dan gaan ze lekker tegen elkaar schreeuwen. Lekker dramatisch. Ik hou ervan. Maar... morgen. En dan ben ik dus op Utrecht. En er is een Zara broek die ik al heel lang wil. Oh, die trui ging jeuken. Dus ik heb hem afgedaan. Maar iets te laat zo te zien. In ieder geval. Die is dus knal roze. Een beetje dit roze. Ah, meer dit roze. Het scheelt ook heel veel. Nee. Maar... En ik wil hem dus niet online bestellen. Omdat bij Zara heb je altijd het probleem dat als je 2 broeken maat 40 pakt. Dat de een gewoon letterlijk groter is dan de ander. Dus ik wil gewoon passen. En anders moet ik maar geluk hebben dat wat opgestuurd krijgt, klopt. En zoals bijvoorbeeld Birdie had toevallig vandaag. Die had dus schoenen besteld op internet. Witte schoenen. Ze was er helemaal weg van. Ze vond ze helemaal mooi. Komen binnen en denkt ze. Hè? Nee. Het was zo anders dan ze zich had voorgesteld in het echt. En nu ging ze dus terugsturen. Moet je wel die 7,35 euro was het geloof ik zelfs, verzendkosten betalen. En je hebt uiteindelijk niks, weet je. En dan denk ik, ja, dus ik hoop gewoon dat morgen niet een mega reis staat voor de Zara. Dus de eerstvolgende video die jullie van mij zien, geef ik een update of het gelukt is. De grote vraag. Maar ik zit dus nu al in mijn hoofd gewoon dat ik denk, oké, ga er maar vanuit dat het er niet gaat lukken. Ik weet helemaal niet, want de laatste keer was ik in Arnhem met mijn dieke. En toen heb ik al voor die broek gekeken bij de Zara. En toen hadden ze dus helemaal niet. Want hij is er in roze, felgroen of meer een beetje, noem je dat? Nee, het is kobaltblauw, hè? Het is flessengroen. Maar je hebt ook een andere naam daarvoor. En knalgeel. En ik vind ze alle 3 wel leuk. Dus als ze een van die andere kleuren hebben, is het nog een soort van... Oké. Maar ik wil echt graag die roze. En de laatste keer in Arnhem hadden ze geen van die kleuren. Nou, genoeg geluld. Ik ga lekker douchen. Ik ben dus samen met Birdie meelezer van mijn moeders nieuwe boek. En het is een thriller. En je hebt dus zeg maar meelezers die kijken, nou ja, sowieso feedback. Maar vaak heb je dus specifieke meelezers per onderwerp. En het is dus, de hoofdpersoon is een vrouw van onze leeftijd. Dus ze wilde graag meelezers hebben die konden checken of het taalgebruik bijvoorbeeld wel klopt of niet. En het is zo leuk, maar het is dus een thriller. En ik lees helemaal geen thrillers. Ik lees echt zoetsappige romans. Chick flicks. En ik merk dus echt dat ik ben nu op het punt gekomen dat ik dus als ik... Het is op mijn telefoon. Ik vind dat wel lastig. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb liever gewoon een boek voor mijn neus. Maar dat ik hem dus dan wegleg. En dat ik maar blijf malen. En dat is natuurlijk een super goed teken. Want ik wil gewoon eigenlijk verder. Maar ja, je kan niet. Tenminste, ik ben niet iemand... Die een nacht opblijft om door te lezen.
Maar ja, het is echt wel dat ik denk, ik heb nu echt zin gewoon nu om lekker in bed te liggen en te gaan lezen. Maar het is ook echt wel spannend, dus goed teken. Volgens mij komt hij pas in oktober uit hoor, dus ik zit jullie echt helemaal warm te maken, want het duurt nog best wel tijd. Maar mocht je denken, waar heb je het over? Mijn moeder is dus ook schrijfster en die heeft volgens mij 6-7 boeken of zo al geschreven en nu komt er weer een nieuwe aan. En het is super leuk. En dit is de eerste keer dat ik meelees, dus dat ik echt letterlijk zeg maar onderdeel van het proces ben. En ik vind het echt zo leuk om te doen, dus ik ga nu gauw lekker lezen. Heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik je weer bij de volgende video.